thuis is dé plek om te ontspannen. En waar doe je dat dan beter dan in de bubbels met een glas bubbels, waar heel wat babbels voorbij komen. Ja, en vanuit de studio in Baren gaan we naar Ferrandi. Vandaag nemen vader Jan en dochter Feline plaats in de bubbels. Naast hen staat een babbelbox met makkelijke, moeilijke en juicy vragen. Wat vind jij in de bubbels wat jullie ergens anders niet vinden? Nou, voor mij is het echt een ontspanningsmomentje. En voor mij ook zeker aan een lange werkdag of zo. Ja, dat je gewoon even tot rust kan komen. Ja. Vaak lekker met een drankje. En ook ontspannen, goed voor de spieren. Kom je even helemaal tot rust. Ja. Dat vind ik gewoon belangrijk. En we hebben allebei ook wel een zwakke rug. Dus dan kom je echt wel... Het is lekker warm, borrelt lekker. Het is echt een opkikker momentje. Met wie zou jij wel eens willen bubbelen? Ja, ik dan toch wel met Antoon. Ik zou wel willen bubbelen met Antoon, dus bij deze. Ja, sowieso. Jij? Nou, niet met Antoon. Maar ik vind dat wij nu ook gezellig bubbelen zo, dus... Prima. Oh, hoe mooi is dit? Ja. Cheers to that. Dus cheers to that. Welke persoon was de allerleukste met wie jij in de bubbels hebt gezeten? Ik weet dat nog wel van mezelf. Ja? Ja, dat was toen met mama en toen hadden we een familieverjaardag in Van der Valk Emmen. Ja, dat herinner ik mij. En toen hebben we alle zeep in de hot tub hebben we dan erin gegooid. En het liep helemaal over. Ja, klopt. Ja. Ja, super. En die van jou? Nou, ik vind het een mooi verhaal. Eens kijken, wat een spannende vraag. Ik hoop echt dat Antoon dit ziet. Ja? Zit je vaak alleen of liever samen in de softtub? Nou, voor mij is dat heel makkelijk. Ik zit veel liever samen. En liever met meerdere nog. Dus 3, 4... Dat, ja. Echt? Ja. Ik denk dat ik liever alleen erin zit. Nou, dan ga ik zo weg. Met Antoon. Ja, waarom? Ja. Nou, dit is wel een leuke trouwens. Dit is wel een leuke. Ja. Voer je wel eens moeilijke gesprekken in de bubbels? Ja, dat wel. Ja. Ja. Want dan zijn vaak toch wel de momenten dat we even samen zijn. En als we dan ook lekker met een drankje erbij hebben. Of gewoon als we allebei weekend hebben. Dan spreken we toch altijd wel even onze week. Ja, hoe vaak zit jij nou eigenlijk in de bubbels? Ja, ik zit zeker 3, 4 keer in de week zit ik in de bubbels. Het is gewoon lekker ontspannen. Het voordeel is ook van zo'n soft tub. Het is altijd warm. Het staat altijd klaar. Dus als je thuis komt, of je nog gesport hebt. Of je hebt een lange werkdag achter de rug. Je haalt het afdekzeil eraf. En... Hop erin.